Sommige dieren zijn gewoon erg schuw, hebben een hekel aan aandacht, houden zich jaren schuil en verblijden ons dan eindelijk met hun aanwezigheid door enkele seconden op camera te verschijnen voor ze weer afscheid nemen van deze gekke wereld. Dit zijn 15 wilde dieren die zelden gezien zijn, behalve op enkele uitzonderlijke opnamen die je dadelijk te zien krijgt. Amazing! Woohoo! 15. De axolotl. Wat je dadelijk te zien krijgt, is een dier dat nooit ouder wordt en bijna elk deel van zijn lichaam kan laten teruggroeien. De axolotl. Er zijn nog maar ongeveer 1000 axolotls in het wild op aarde, waardoor ze door de IUCN op de lijst van ernstig bedreigde dieren geplaatst worden. Wat je ziet is een axolotl die als huisdier gehouden wordt en graag knuffelt. Ja, de axolotl kent het geheim van de bron van de eeuwige jeugd en kan afgerukte ledematen weer laten aangroeien. Daarom zijn axolotls populair bij wetenschappers die dit magische dier al tientallen jaren bestuderen. Kijk maar eens naar deze rare maar schattige kerel, hij zit vandaag gewoon te chillen in het aquarium. 14. De Californische bruinvis. De Californische bruinvis is het zeldzaamste zeezoogdier in de wereld. De Californische bruinvis is een kleine dolfijn die vaak een zeekoe wordt genoemd omdat de naam dat in het Spaans betekent. Als je een Californische bruinvis van dichtbij ziet, zijn ze super schattig en het lijkt wel of de Californische bruinvis naar je lacht. Deze groep mensen die deze uiterst zeldzame opname van een vaquita maakte, slaagt erin er slechts een glimp van op te vangen na 2 jaar zoeken. Ze noemden het een wonder om een Californische bruinvis in het wild te spotten. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom, aangezien er nog maar 10 in onze zee rondzwemmen. Daarom werken veel mensen hard om de Californische bruinvis te redden, want het is een schattig dier. 13. Ochotona iliensis. Het is een rat. Het is een Pokémon. Nee, het is eigenlijk een Ochotona iliensis. Een klein zoogdier van 20 centimeter dat zowel schattig als schuw is. Er zijn nog maar 1000 exemplaren van dit zoogdier wereldwijd in het wild. Dus je begrijpt hoe zelden deze kleine jongens verschijnen voor iemands camera. Dit schattige kleintje eet gras en zo overleeft hij. Klimaatverandering vernietigt het leefgebied van de Ochotona iliensis en de laatste jaren is hun populatie met maar liefst 70% afgenomen. Ze leven hoog in de bergen, waardoor het moeilijker wordt een glimp van deze jongens op te vangen. Is dit niet een goede reden om de klimaatverandering een halt toe te roepen? Wat zeggen jullie ervan? 12. De Tapanuli orang-oetang. De Tapanuli orang-oetang is een prachtig dier dat er eerlijk gezegd uitziet als een zachtaardige oom van middelbare leeftijd. De Tapanuli orang-oetan is een orang-oetansoort die pas in 1997 werd ontdekt en pas in 2017 als aparte soort werd geïdentificeerd. Ze zijn zo zeldzaam dat er slechts 800 van in het wild leven. Ze leven zeer geïsoleerd van de rest van de wereld, waardoor ze zelden voor een camera verschijnen. Je kan zien dat de Tapanuli orang-oetan er net zo gespannen uitziet als een mens zonder koffie op maandag. Dat komt omdat ze ernstig bedreigd zijn en zeker niet omdat ze een drukke werkweek voor de boeg hebben. 11. Chilonatalus micropus. De ogen van de Chilonatalus micropus zijn zo klein dat het lijkt alsof de vleermuis een beetje boos is of alsof hij zijn aandacht op iets probeert te richten. Misschien doet hij zijn best om naar zijn verre oom te luisteren, want de hele populatie van deze vleermuis, alle 750, leeft in slechts één grot. Alle gekheid op een stokje, deze kleine trechteroogvleermuis heeft zulke kleine ogen waardoor ze bijna niet zichtbaar zijn. Grote en schitterende oren waarmee moeder natuur deze vleermuis heeft proberen te compenseren in ruil voor de ogen, staan helemaal los van elkaar en geven de vleermuis zijn unieke uiterlijk. Wetenschappers hebben voorspeld dat deze vleermuissoort spoedig zal uitsterven. Laten we eens kijken of deze familie van vleermuizen erin slaagt het ongelijk van de wetenschappers te bewijzen en gewoon verder te leven, ondanks het feit dat ze een bedreigde diersoort zijn. 10. Breedsnuit halfmaki. Deze knaap heeft een bijzondere naam. De breedsnuit halfmaki weegt zo'n 2,5 kilogram, wat voor een maki nogal zwaar is, want een gewone ringstaartmaki weegt evenveel als de grootste hamburger van McDonald's. Er zijn nog maar 500 breedsnuit halfmakis op deze wereld. Dat komt omdat de plaatselijke bevolking bamboe gebruikt om er casino's en speelzalen van te maken. Oké, misschien maken ze geen casino's van bamboe, maar ze hebben de bamboe nodig om hun huizen te bouwen, maar dat is ook wat dit dier eet en waarop het zit, slaapt en poept. Bamboe is het belangrijkste onderdeel van zijn leven. Misschien moeten we daar wat meer rekening mee houden. 9. De Cross River Gorilla. Dit is de zeldzaamste gorilla op aarde. De Cross River Gorilla is zo camera-schuw dat er misschien maar een paar ooit op camera zijn vastgelegd. En je ziet meteen hoe dat komt. De Cross River Gorilla lijkt zijn leven te wijden aan het kauwen op nauwkeurig geselecteerde groenten en planten. En in deze zoektocht naar de meest verse groenten moet je een leven van roem achter je laten. Maar alle gekheid op een stokje, de Cross River Gorilla is de meest bedreigde gorilla en heeft zeker aandacht nodig. Slechts 250 gorilla's leven nog in het wild en het is ontmoedigend te weten dat deze lieve verre neef van ons binnenkort kan uitsterven, als we nu niet de juiste maatregelen nemen. 8. De Addax.
De naam Addax klinkt als een geneesmiddel tegen angst en de aanblik van deze zeldzame blonde antilopen genas eigenlijk mijn angst een beetje, of misschien is het deze prachtige combinatie van zelden geziene dieren waar we naar kijken. Ik denk dat we het nooit zullen weten. Hoe dan ook, dit ventje met het golvende gewei is zo zeldzaam dat er nog maar 75 in het wild leven. Dat is minder dan de likes die ik krijg als ik een selfie op Facebook post, dus hier liggen zeker wat dierkundigen van wakker. Geniet van de Addax, beste mensen, het enige dier dat lijkt op een kruising tussen een paard, een koe en een hert. 7. Hainan Gibbon. Wat je nu te zien krijgt zijn misschien wel de twee overgebleven opnamen van twee Hainan Gibbons die een ambulance nadoen en ook een brandalarm. Deze schattige beestjes proberen hun lied te zingen waar ik eerlijk gezegd eindeloos naar kan luisteren. Ik wou dat ik in de buurt van de dierentuin woonde zodat dit mijn alarmroep kon zijn. Het is zo moeilijk om de Hainan Gibbon te zien, want het is de zeldzaamste aap ter wereld. Er leven er nog maar 25 in het wild. Dus we weten nooit of we ooit in ons leven nog een zingende Hainan Gibbon zullen tegenkomen. Deze jongens hebben een gouden vacht, een treurig gezicht en een alarmsignaal dat past bij hun ongewone harige babylook. 6. Agalichnis moreleti. Dit zeldzame amfibie is gemakkelijk te herkennen omdat hij zo fotogeniek is. Je hebt hem misschien al gezien op de cover van National Geographic en Instagram feeds van wildlife fotografen. Hij heeft uitpuilende zwarte ogen die er bijna uit lijken te springen als het ventje knippert en een helder gele of oranje onderbuik die zijn fris uitziende groene rug aanvult. De Agalichnis moreleti is een verschijning die nooit teleurstelt. Het kereltje ziet er altijd uit alsof hij vredig zit te chillen, dankzij de brede, moeiteloze glimlach die op zijn gezicht geplakt is. En als je het nog niet doorhebt, ik ben gewoon zo verliefd op dit kereltje. Hey daar kleine vent, laten we vrienden zijn. 5. Lepelbek strandloper. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze jongen geboren met een spreekwoordelijke lepel aan zijn bek. De lepelbek strandloper heeft een snavel in de vorm van een lepel die hij gebruikt om insecten en larven op te scheppen. Omdat er op aarde nog maar 100 broedparen van de lepelbek strandloper zijn, is het echt moeilijk om dit wonder der natuur van dichtbij te bekijken. De reden dat deze kleine vogels langzaam verdwijnen is dat hun leefgebied waar ze stoppen tijdens hun trek vernietigd wordt en dat er op een wintergronde gejaagd wordt. Wetenschappers doen hun uiterste best om deze vogel te redden, maar we weten nooit wanneer we hem voor het laatst zullen zien. 4. Springspitsmuizen. Dit kereltje is als een kruising tussen het grootste landzoogdier, de olifant en een kleine muis. Als er echt iemand is die deze planeet geschapen heeft, dan heeft hij of zij haar meest creatieve kant laten zien toen ze dit zoogdier maakte. De springspitsmuis lijkt op een spitsmuis, maar eigenlijk is hij nauwer verwant aan de olifant dan aan de spitsmuis. Ik weet dat moeder natuur soms zeer zot kan zijn. De springspitsmuis hoort thuis in de bossen van Kenia, waar hij zijn tijd doorbrengt met het snoepen van insecten. Eén soort springspitsmuis, de Somali olifantspitsmuis, is zo schuw dat de wetenschappers geen idee hadden dat hij van 1968 tot 2020 nog bestond. 3. De couscous. De couscous is nog zo'n vreemd dier dat buitengewoon schuw is, waardoor het moeilijk is hem in het wild te zien. De couscous heeft uitpuilende ogen, een kop die geschoren lijkt en een gebogen rug, waardoor hij de slechte houding lijkt te hebben van iemand die de hele dag achter een computer werkt. Het ziet er al met al behoorlijk angstaanjagend uit, vooral als je hem 's nachts alleen ziet. De couscous is echter vrij ongevaarlijk en brengt het grootste deel van zijn tijd door met het eten van planten en vruchten. 2. Nasica batrachus sahiadrensis. Ik kan absoluut niet geloven dat dit diertje bijna nooit is gezien. Deze blobachtige kikker brengt het grootste deel van zijn tijd ondergronds door en komt elk jaar maar een paar dagen tevoorschijn om baby's te maken. Dat is namelijk heel belangrijk, weet je. Deze jongen heeft zich voor het grootste deel van zijn onafhankelijke evolutiegeschiedenis, die teruggaat tot 100 miljoen jaar, verborgen gehouden voor de mens. En hij werd pas in 2003 formeel beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben helemaal verliefd op deze kwalkikker. 1. Albino cobra. Na de paarse blobkikker denk je misschien dat je alles al gezien hebt, tot je iets anders tegenkomt dat zeldzamer is, namelijk een albino cobra. Deze kerel is zo zeldzaam dat als je hem in het wild ziet bewegen in een klein gat in de grond, je met een mond vol tanden zal staan. Ik bedoel, deze beelden lijken toch van een andere wereld te komen, alsof het een buitenaardse slang is. Ik ga zeker uit de buurt blijven van deze slang. Deze albino cobra hoort thuis in een of andere fantasiefilm waar hij het hulpje van de coole schurk zou moeten zijn. De manier waarop de man net probeert het uit zijn hol te krijgen, geeft me gewoon de kriebels. Laat de buitenaardse slang met rust. Misschien heeft ze bovennatuurlijke krachten. Je moet dit eigenlijk niet riskeren met een slang die er zo uitziet. We hopen dus dat je vandaag genoten hebt van de aflevering waarin we je de dieren lieten zien die zelden op camera gezien zijn. Als je een hele dag met één van deze dieren moest doorbrengen, welk dier zou je dan kiezen en waarom? Laat het ons weten in de comments hieronder.